Hallo, welkom bij Draadje Los, bij deel 2 van de Kawandi. Eigenlijk een mini Kawandi, hij wordt vrij klein. 4 stuks. Vorige week heb ik jullie laten zien hoe je zo'n eerste ronde lapjes maakt en oprijgt. En we hebben intussen het eerste rijgdraadje om even het zoompje te rijgen, heb ik eruit gehaald. En vandaag ga ik jullie laten zien hoe je de vulling aanbrengt en hoe je dan verder kunt rijgen. En dat de vulling aanbrengen laat ik bij deze zien en het verder rijgen bij een andere, want dat is eigenlijk gewoon hetzelfde als het eerste. Alleen op een gegeven moment kom je op een punt dat je nieuwe lapjes in moet gaan voegen. Nu heb ik hier vrij grote lapjes, dus dat zou betekenen dat ik best wel een aantal rijen moet rijgen voordat het zover is. En bij een andere Kawandi uit mijn serie ben ik al zover en dan kan ik het meteen laten zien. Dus bij deze laat ik zien hoe je de vulling aanbrengt. En nou, ondertussen ben ik ook verder gegaan met andere. Nou, deze was al klaar, hè? Die hebben jullie gezien. En ik had ook verteld, hè, dat ik het best lastig vond om die rijgsteek een beetje gelijk te krijgen. Eigenlijk moeten ze aan de bovenkant, aan de goede kant, iets groter zijn dan aan de, kleiner zijn dan aan de achterkant. Dat was ook niet helemaal gelukt. Maar goed, het is uiteindelijk best een leuk ding geworden, hoor. En ik ben nog aan het oefenen, hè. Je moet niet verwachten dat het ook meteen keurig wordt. Want je moet er een beetje handigheid in krijgen. Deze had ik ook al laten zien. Kijk, en hier ben ik ondertussen al zover dat ik hier bijvoorbeeld een nieuw lapje in moet gaan voegen. En ik laat je straks zien, hier ook, hoe je dat dus kunt doen. En ondertussen ben ik verder gegaan met de gele. En die wil ik even laten zien. Want hier, let even niet op deze wonky zijkant. Dat zat al in mijn voeringlapje. Of mijn ondergrondlapje. Dat ik dacht, het zit een rare bocht in. Nou ja, laat maar zitten. Het is voor eigen gebruik. Als ik hem weg zou moeten geven. Als ik een doel zou hebben. Met een doel om een bijvoorbeeld cadeau te geven of zo. Dan denk ik dat ik het even los had gehaald en opnieuw gedaan. Maar dat doe ik nu niet. Het is gewoon voor mezelf. Maar wat ik jullie wil laten zien is het rijgwerk. Want zoals die hier eruit ziet, zo hoort het eigenlijk. Je ziet het, hè. De vierde pas. Dat het mij ook pas goed lukt om het eigenlijk te krijgen zoals het een beetje moet. Dus ik laat even zien. Wat is er nou beter? Allereerst kun je hier duidelijk zien dat de steken aan de goede kant klein zijn en aan de achterkant een stuk groter. En dat heeft een groot voordeel, namelijk als je bij een randje komt, dan is het het mooist als het je lukt om je steek over dat randje heen te krijgen, zodat je zeker weet dat het vast zit. En als je steken aan de voorkant klein en aan de achterkant echt flink groter zijn, dan kan je, als je in de buurt komt van zo'n randje en je ziet al van, dat komt misschien niet helemaal uit, dat leer je vanzelf inschatten, dat komt met de ervaring, dan kan je een heel klein beetje van tevoren al een beetje smokkelen door de achterste steekjes net ietsje kleiner te maken, waardoor je goed uitkomt. Dat is een groot voordeel. En ik heb toch de rijtjes iets verder uit elkaar. Bij een echt grote Kawandi zitten ze nog verder uit elkaar. Dat doe ik niet, omdat ze vrij klein zijn. Maar als je vergelijkt hier, ik zal het even aan de achterkant laten zien. Bij die rode heb ik het nog vrij dicht bij elkaar. Eigenlijk is dat een beetje te dicht bij elkaar. Zo hoort het eigenlijk. Dus zo ga ik het ook laten zien zometeen. Ja? Nou, ik heb hier de vulling er al in gestopt. En je ziet ook dat ik ben nu met mijn vierde ronde bezig aan het rijgen. Pardon. En op dit punt moet er een lapje worden ingevoegd. Want kijk, als ik hier nu een lapje leg, dan zit de rijg precies boven in het omgeslagen randje. Zie je? Dat kan dan zo overlappen, kan ik het zo neerleggen, dat er genoeg overlap is en dat ik precies mijn rijgdraadje erdoor kan lopen, zodat hij in één keer vast zit.
Dus dat kan je dan een beetje zo uitkienen. Ik laat dus eerst zien hoe je de vulling aanbrengt. En daarvoor pak ik even mijn blauwe kawandi erbij. Ik heb hier wel wat grotere lapjes, zie je dat? En mijn draadje hangt nog, want zometeen dan maak ik daar het laatste steekje. En dan steek ik binnendoor naar ongeveer een centimetertje er vanaf. En dan ga ik verder rijgen. Dus ik laat hem even hangen. Ik hecht hem niet af. Vind ik zonde, want ja, je kunt gewoon verder. Maar ik ga nu eerst de vulling aanbrengen. Dat is even een beetje een dingetje. Je ziet wel, ik heb hier wat grotere lapjes. Dat is eigenlijk toeval. Daar heb ik niet zo erg over nagedacht. Het kwam zo uit. De vulling. Die heb ik van tevoren op maat geknipt. En wat is nou op maat? Een heel klein beetje kleiner dan je uiteindelijke vorm. Kijk. Hier is die duidelijk, steekt het wat uit. Aan de zijkanten niet, dus misschien maakt het uit als ik hem zo leg. Want ze waren namelijk net niet helemaal vierkant. Nee, dat steekt te veel. Dan moet ik het toch zo. Mocht het echt te groot zijn, kan ik er altijd een randje afknippen. Ja, ik ga hier een heel klein randje afknippen. Hoeft niet veel te zijn. Maar het moet net een heel klein beetje kleiner zijn dan de totale grootte van je lap. Ja, dit is beter. De bedoeling is nu dat de vulling zo komt te zitten. Als ik dit omklap, dan zie je hier het zoompje van het lapje. Maar hier zie je het zoompje van je ondergrondstof. En die vulling, die doe je onder het zoompje van je ondergrondstof. Hier is het geregen, dus hier tussen moet het. Nou, daarvoor klap ik de lapjes zoveel mogelijk open, om, zo. En dan zo dat hij ook het omslagje van je ondergrondstof mee naar buiten klapt. In de hoekjes is dat natuurlijk een beetje anders, want dan zit het natuurlijk al aan twee kanten vast. Dus ik doe de lapjes die maar aan één kant vastzitten, die klap ik vast allemaal naar buiten. En die andere, ja, die hoekjes, daar moet je dus even een beetje frutten. Ik begin hem met er hier in te leggen. Kijk, dit zit goed opengeklapt. En ik leg hem de vulling erop. Nu pak ik een hoekje. Ik klap het hoekje even een beetje om. Dat vind ik het makkelijkst. En ik zoek even het hoekje. Zo. Daar frut ik het in. Ik houd het een beetje vast. En ik leg het zoompje eroverheen. Zo goed mogelijk. Dan klap ik hem even weer om. En dan voel ik even of die een beetje in het hoekje zit. Hetzelfde doe ik met het andere hoekje. Dus ik klap het een beetje om. En ik frut eigenlijk het hoekje erin. En het doet me een beetje denken aan een dekbed in een hoes krijgen. Ik doe mijn duim even zo erin. Klap ik het terug. Pak het even beet en dan kijk ik even. Zit het een beetje? Nou, ik vind dat het redelijk zit. En nou zorg ik ervoor dat ik het zo schuif. Kijk of het goed in beeld is. Dat het zoveel mogelijk tegen het geregen randje zit. En dat dat randje dus over de vulling heen valt. Zo. Ik hou een heel klein beetje ruimte over. Maar dat heb ik hier ook. Ik kan hem nog ietsje opschuiven. Ik kan hem een beetje glad strijken. Kijk ook even vast of het links en rechts een beetje gelijk ligt. Ja. En dan kun je dus deze lapjes alvast even een beetje terugvouwen. Hier moet hij aan de zijkant ook nog goed onder het zoompje. En ik ga nu de andere twee hoekjes. Dus ik klap het even om. Ik maak even wat ruimte. Ik zoek even het hoekje op. Daar frut ik het in. Ik pak het even beet zo. En ik leg het zo glad mogelijk. En dan zorg ik ervoor
dat aan de lange kanten ook het randje van mijn vulling onder dat zoompje ligt. Je hoeft het nog niet terug te klappen, kan je later ook doen. Het laatste hoekje. Als die eenmaal in de hoekjes een beetje goed zit, dan ga je daarna dus kijken of je de randjes ook een beetje gelijk hebt zitten. Kijk, het verdwijnt allemaal onder de stof en onder de randjes, dus als ik niet helemaal recht zit, dan zie je dat eigenlijk niet. En nu ga ik dus kijken, zit het in de randjes ook een beetje netjes onder de randjes? Dat is wel belangrijk, dat het onder de randjes valt. Dus ik strijk het een beetje glad en nu ga ik lapje voor lapje omklappen. En ik zorg dus dat niet alleen mijn lapje, maar ook het zoompje van mijn ondergrondstof, dat dat dus over mijn vulling heen zit. En ik klap de lapjes terug. Hier ook. En daar moet je echt even rustig de tijd voor nemen, dat je dat gewoon lekker op je gemakje een beetje kunt doen. Even controleren of het goed zit. Kan je ook een beetje voelen dat je nergens een hele dikke rare prop hebt. Zo. En ik klap het allemaal de goede kant op. Kijk. Hier is het een beetje door elkaar. Dit zit het rafelrandje. Dit is gevouwen. Dus waarschijnlijk had ik hem zo. En nu voel ik even of ik geen rare dingen voel. Nou, ik vind hem goed zo. En hier zit een wat dikker stukje en hier wat dunner. Dat is op zich niet zo erg. Kijk, nu ligt het aardig glad. En nogmaals, ik gebruik hier wat dikkere vulling. Bij de kawandis die ze in India maken, gebruiken ze dunne vulling. Soms helemaal geen vulling. Dan wordt het gewoon direct op de ondergrondstof geregen. En als ze vulling gebruiken, is dat eigenlijk altijd dun. Dunne katoen van oude saris bijvoorbeeld. Nou, ik heb vorige week een aantal dingen genoemd die je daar heel goed voor kunt gebruiken. En toen heb ik ook uitgelegd dat ik hier een beetje afwijk van het traditionele, omdat ik iets wil wat de hitte tegenhoudt. En dan, ja, dan moet je toch iets dikkere vulling hebben. Nu kan ik de tweede ronde gaan rijgen. Het kan zijn dat je voelt dat het net niet helemaal tegen het randje zit. Dat maakt niet uit, dan komt dat met de volgende gang even goed goed. Je zult merken, en dat ik blijf dat magisch vinden, en ik kan ook niet verklaren hoe dat komt, maar je zult merken, omdat je van buiten naar binnen werkt, dat op een gegeven moment deze vulling de neiging krijgt om een beetje op te bollen aan de binnenkant. Ik weet niet of dat bij deze ook te zien is. Ja, hier, kijk. Dit. Zie je dat? Hoef je geen zorgen over te maken. Dat komt goed. Als je hoe meer je naar het midden toe komt, hoe gladder dat wordt. Op de een of andere manier verdwijnt dit weer. Vraag me niet hoe het kan, maar het is zo. Je eindigt uiteindelijk met een mooi glad resultaat. Ik blijf dat magisch vinden, want ik snap dat ook. Je zou denken, nou, hè, raar, maar dat heeft denk ik toch te maken, omdat je het goed in de hoeken hebt. Het lag glad en het bolt alleen maar tijdens het rijgen wat op, maar het kan niet meer verschuiven. Dus blijkbaar blijft die ruimte toch tussen je geregen randjes liggen. Ik weet het niet, maar het komt echt goed. Ik let wel, ik neem het in mijn hand om te rijgen. En om te zorgen dat die lapjes niet al te erg gaan schuiven, leg ik het wel, als ik een stukje geregen heb, weer even plat op tafel om te kijken, ligt alles nog op zijn plek. Dit is een heel eigenwijs lapje. Die wil telkens dat omgeslagen randje los. En het lapje wat eronder zit is een beetje krap. Dat heeft niet zoveel. Het overslagje is eigenlijk een beetje te klein. Dus vandaar dat ik hem hier even een speldje heb gegeven. Ik heb dat niet door alle lagen heen, maar gewoon eventjes dat dit niet kan verschuiven. Maar dat is heel raar, die ruimte waarvan je denkt, oh jee, het gaat helemaal mis. Dat is dus niet zo, het komt echt goed. Nou, hier ben ik dus al net gestart met mijn vierde rijgronde. En ik trek even deze draad aan, want ik heb mijn naald nodig.
En ook hier, net zoals bij de eerste ronde, deed ik per lapje hè, en dan rijgen. Ook hier rijg ik gewoon door tot ik bij het lapje kom waar een nieuwe ingevoegd moet worden. En dat is hier. Deze kan nog net één randje geregen. Dan moet daarna een lapje bij. Bij deze waarschijnlijk ook. Ja, precies. En dit is het kleinste randje. Dus als ik hier ergens ben, dan ga ik alvast kijken wat voor lapje voeg ik in. Wil ik dat hierop? Hoe ver wil ik het dat het dit ook overlapt? Of dat het hier ook een stukje overlapt? Of wil ik hem net zo groot ongeveer? Dat beslis ik op het moment dat ik ongeveer hier ben aangeland. Nou, ik haal nu even mijn naald eruit. En wat ik toch wel leuk vind hè, om die traditie te volgen, is dat ik ook hier en daar een klein lapje in een ander kleurtje doe. Net zoals ik hier heb gedaan, heb ik hier en daar een blauw lapje ertussen, wat afsteekt van de rest. Dus ook een beetje volgens de traditie van de Cavandis. Dus deze leg ik eventjes weg, want ik ga nu even hier rijgen. Ik had hier mijn draad zitten. En ik ga nu de volgende ronde rijgen. En ik had nog een stukje draad, dus dat maak ik eerst even op. Aan de voorkant ben ik wel klaar met rijgdraden. En aan de achterkant, of steken, heb ik nog een beetje veel ruimte. Dus ik maak aan de achterkant nog een steek, maar ik steek niet naar de voorkant. Ik steek naar tussen de lagen, ongeveer een centimetertje van de eerste rand af. Ik ga zo rijgen. Ik zit vlak bij de hoek. Zo. En op dat punt steek ik hem naar de goede kant. En nu ga ik dus de volgende rij rijgen. Ik doe nog één steek in het hoekje. Die maak ik klein. En aan de achterkant maak ik hem groter. Nu draai ik mijn werk een kwartslag. En nu ga ik rijgen. En je ziet wel, ik moet even kijken, wil ik hem zo? Of wil ik hem zo? Ik vind hem zo eigenlijk ook wel mooi. Dit lapje wil ook niet goed vouwen. En het kan zijn dat ik straks, bij als ik wat verder ben met rijgen, dat hij toch een beetje wijkt. Dat zei ik al, daarom moeten die omslagjes echt ruim zijn. Dat mocht het tijdens het rijgen wat verschuiven en een beetje scheef worden, dat je evengoed nog genoeg omslag hebt, dat dat ook kan. Ik kan hem zo doen, ik kan hem ook eronder doen. Ik denk dat ik dat doe. Even kijken hoor. Ik denk toch dat ik hem zo doe. Ga ik even kijken hoe ik dat wil hebben. Ik hoef daar eigenlijk nu nog niet over te beslissen, want ik moet eerst nog rijgen, maar ga even kijken, ja, dan zou ik hier een lapje, dan hoeft dat niet helemaal over. Ik leg hem eroverheen. Nou, ik ga nu rijgen. Die rijgsteekjes hoeven niet per se recht onder elkaar te zitten, hè. Dat kan ook niet, want je rondes worden kleiner. Dus dan heb je ook minder steken. En dan kan het best zijn dat het een beetje verspringt. Dat maakt niet zoveel uit. Ik maak dus van boven een klein steekje. En aan de onderkant een wat groter. En ik steek door alle lagen heen, dus ook door de vulling nu. En je ziet wel dat de ruimte tussen de steken wel bijna twee keer zo groot is als de steek. En dat is handig, want als ik dan hier een beetje niet helemaal uitkom, dan kan ik altijd nog de steek aan de achterkant een klein beetje kleiner maken. En dat valt dan helemaal niet op. Kijk, nu maak ik hem ietsje kleiner, zodat hij een beetje recht onder de eerste zit. Als je het niet goed kan zien, kan je inzoomen. Als je op een tablet of telefoon zit, kan je even zo doen op je beeld. Dan kan je het dichtbij halen. Nu leg ik even mijn zoompje neer en ik zorg er dus nu voor. Ik maak hier een steekje, klein steekje. En ik zorg ervoor dat ik vlak voor dit lapje boven kom. En nu zie je dat de steek die ik nu aan de achterkant maak, ietsje kleiner is dan de andere steken.
Maar dan, dat valt in het geheel straks niet op, maar dan kom ik wel precies bij het randje van mijn lapje uit. Zodat ik daar een steking kan maken, weet ik zeker dat dat randje ook weer goed verankerd zit. Dit zijn weer meerdere laagjes stof, dus ik doe even naar achter en dan pas weer naar voren. Dit is ook vrij dicht geweven stof. Het is heel oud en ook heel veel gewassen. En het is soepel, maar omdat het zo fijn geweven is, is het toch lastig om je naald erdoor te krijgen. En zo ga ik dus helemaal rond. En ik probeer dat zo recht mogelijk te doen. En als het hier en daar een heel klein beetje scheef is, is helemaal niet erg. Dat hoort een beetje bij dit werk. Ik heb echt op foto's, ook verschillende en in filmpjes ook, verschillende echt traditionele kawandis gezien, waarbij dat ook allemaal een beetje scheef was. Kijk, ik kom weer prachtig uit, vlak voor mijn volgende lapje. Zodat ik hem vast kan zetten, zie je? Nou, zo ga ik dus helemaal door. Ik laat nog wel even zien. Ik stop even het filmen, dan maak ik mijn draadje even bijna op. En dan laat ik zien hoe ik een nieuwe draad aanhecht. Dus ik ben zo weer bij je terug. De draad is nu bijna op. Ik leg het steeds tussen de rijgen. Ik ben net het hoekje om. Leg ik het weer even plat om te kijken, ligt het allemaal nog op zijn plek? Ik ben nu bijna bij dit lapje. Dat wil ik echt een beetje netjes omgeslagen hebben zo. Ja, hou ik het vast een beetje vast. En mijn draad is bijna op. Dus ik kan nog een steekje of twee maken, denk ik. Ga ik even kijken. Ik denk dat ik nog net door het lapje heen kan steken. Ja, dat kan wel. Ik heb een vrij lange naald. Maar kijk, nu maak ik de steek juist wat groter. Aan de achterkant. Zodat ik hem aan de voorkant precies door het zoompje kan steken. Zie je dat? Ik ben nu, mijn draadje is nu bijna op. En ik maak een gewone steek, alleen ik kom niet naar boven. Ik steek hem naar achter. Ik haal mijn naald eruit. Dat is mijn oude draadje. Nu pak ik een nieuwe draad. En het is fijn om een wat langere draad te nemen. Maar doe het nou ook weer niet zo lang dat je eeuwen aan het doorhalen bent. Dat is gewoon irritant. Dat werkt niet fijn. Plus dat als je draad te lang is, gaat hij ook sneller in de knoop. En dat wil je natuurlijk ook niet. Nou, ik heb een nieuwe draad gepakt. En nu ga ik gewoon verder waar ik gebleven was. Kijk, ik heb lange steken aan de achterkant. Als ik hier nu een steek zou maken, zou ik ongeveer hier weer naar boven steken. Ik zal het even dichtbij laten zien. Ja, ongeveer zo'n steek. Dus dan zou ik hier weer naar boven steken. Dus dat doe ik nu met mijn nieuwe draad ook. Ik steek naar boven. Even kijken of dat een beetje netjes is. Ik vind van niet. Dus ik kijk even aan de bovenkant. Want daar moet het het netst zijn natuurlijk. En ik steek in waar ik normaal gesproken ook boven zou komen. En ik trek mijn draad aan, maar ik laat een stukje hangen. Dit is mijn oude draadje en dit is mijn nieuwe draadje. En nu heb ik twee draadeindjes. Ik leg ze even opzij en ik maak eerst even met mijn nieuwe draad een paar steken, zodat je niet zo makkelijk je draad eruit kan trekken. Dus ik maak even een paar steken. Voorzichtig aantrekken, zodat je niet, want hij hangt nog los, hè? Dus dat je niet zo hard lang trekt, dat je je draad er weer uittrekt. Zo, ik heb nu even een paar steken gemaakt. En wat ik nu doe,
is even het oude en nieuwe draad uiteindje eventjes aan elkaar knopen met een dubbele knoop. Eerst rechts over links. En dan links over rechts. En dan strakjes, ik rij gewoon door tot mijn draad weer bijna op is. Dan heb ik mijn naald vrij en dan met mijn naald steek ik de draaduiteindjes tussen de laagjes weg. Nou, ik heb nu mijn naald nog in gebruik, dus ik pak nu even een andere. Maar normaal gesproken doe je dat aan het eind. Als je nieuwe draad ook op is, steek je hem naar achteren en dan hecht je dit even verder af. Maar ik wil even laten zien hoe je dat kunt doen. Dus dat doe ik nu even met... Even kijken hoor. Ja. Met een andere naald. Ik pak het ene draaduiteindje. Die doe ik in mijn naald. Die wijst die kant op. Dus ik ga hem ook die kant op wegsteken. Nou, hoe doe ik dat? Dit is mijn rijsteek. Hier in het midden zit het knoopje. Draadje waar mijn naald in zit, wijst die kant op. Die steek ik aan die kant weg. Dit andere draadje steek ik straks de andere kant op weg. Hoe doe ik dat? Ik leg hem precies over die rijsteek. En daar waar die steek uit de stof komt, steek ik in. Precies op hetzelfde plek. En ik steek tussen de rijgangen, steek ik tussen de laagjes stof, steek ik mijn naald zo ver mogelijk door de stof. En controleer even of je je naald niet aan de voorkant ziet. Dat zou lelijk zijn, dan krijg je hier een groot stuk draad. Dus ik zit nu echt tussen de laagjes stof met mijn naald. En ik trek de draad aan en haal mijn naald eruit. Dat is de ene kant. Aan de andere kant doe ik precies hetzelfde. Dus weer een draadje in de naald. Draai mijn werk even om. Precies daar waar de draad de stof uitkomt, daar steek ik in. Tussen de laagjes stof en de rijgangen. Zo ver mogelijk. Even controleren of het ook echt ertussen zit. En ik doe hetzelfde. Haal ik ook mijn naald eruit. En wat ik nu alleen nog hoef te doen, is even het draadje een klein beetje strak trekken. En vlak bij de stof afknippen. Als je hem dan weer glad legt, dan verdwijnt het draaduiteindje tussen de laagjes. En dat knoopje, je hebt het zo netjes weggestoken, dat dat knoopje bijna niet opvalt in het geheel. Ik vind dat zelf de makkelijkste manier. Wat je ook wel eens ziet, is dat ze zo'n draadje afhechten op een plek waar je, hè, zeg maar bij de lapjes zit. Of dat ze het even optillen en tussen de laagjes in de voering wegsteken. Dat kan ook. Ik vind dat een beetje gedoe. Want dan moet je ook weer met de nieuwe draad met een knoopje ook weer tussen die laagjes naar boven. Dat kan ook. Maar ik vind dit de makkelijkste manier en je ziet het bijna niet. Ik doe dat met quilten ook altijd. Dan heb je wat fijner garen. Kijk, nu is die wat losgegaan. Zie je dat? Voordat ik verder ga, leg ik eerst weer even alles op zijn plek. Ik probeer ervoor te zorgen dat voortdurend alles zo netjes mogelijk op zijn plek ligt. Deze moest eronder, zo. Als alles weer goed ligt, dan kan ik dus weer verder met rijgen. Deze gaat nu al een beetje scheef, zie ik. En dat maakt op zich niet uit hier. Maar ik leg het weer even goed zoals ik het hebben wil. En ik kan weer verder. Ik neem het wel graag in mijn hand. Maar ik til het zo min mogelijk op. Hoe platter je het laat liggen, hoe makkelijker is het ook om het een beetje plat te krijgen. Even kijken, zo. En hier kom ik weer zo uit dat ik precies over het randje van mijn nieuwe lapje kan steken. Nou, en zo rijg ik dus de rondes door totdat ik bij een lapje in de buurt kom waar ik als eerste een nieuwe in moet voegen. En dat is in dit geval deze. Die is het kortst.
Maar goed, bij mijn andere kawandi ben ik al zover. Dus die pak ik er even bij. Ben ik zo weer terug. Dan ga ik met de andere kleur verder om te laten zien hoe je nou lapjes kunt invoegen gaandeweg. Want dat rijgen, dat weet je nu. Dus tot zo. Ik zie nu, want ik had hier dus moet een lapje, maar ik zie nu dat dit ook best wel al een lapje kan gebruiken. Want je zit hier in de hoek en dit moet sowieso afgedekt. Dus ik denk dat ik hier een lapje overheen ga doen. En dat ik dat dan met deze rijgang vast ga zetten. Ik heb een paar lapjes apart gehouden die er nog niet in zitten. Maar per ongeluk had ik hier wel twee keer dezelfde. Dat zag ik pas toen het al vast zat. Nou ja, maar ik ga dus even kijken, mijn lapjes. En nou, ik zie hier bijvoorbeeld iets, dat vind ik wel leuk hier. Maar dan moet ik wel even kijken of dat gaat passen. Nou, hij moet sowieso omgeslagen worden. En dan moet hij hier komen, zodat ik hem hier door kan rijgen. Nou, aan deze kant kan het prima. Dan kan ik hem denk ik wel omslaan. Moment. Maar aan deze kant is dat krap. Dan kan ik zeggen, ik pak een ander lapje. Maar kan ook zeggen, nee, dan doe ik dit hier overheen. En dan til ik deze op, want die is al omgeslagen. En dan leg ik hem eronder. En dan kan het wel. Dus zo ga ik het doen. Ik vouw dit even netjes. Dan leg ik hem zo, dat hij precies op de hoogte ligt. Dat ik hem door kan rijgen hier. En dan bij de volgende gang, misschien nog eentje later, kan ik hem hier doorrijgen. En dan leg ik hem hier eronder, want dit kan ik niet meer omslaan, dat is te krap. Maar kan wel dit er overheen leggen. Nou, en zo ga ik dan verder rijgen. Dus ik leg het even netjes neer, ben ik zo weer terug. Ik zie nu ik het echt goed vouw, dat het toch te krap is. Hier zit hij netjes, maar hier, kijk, dat overlapje is te klein. Dat moet je niet willen. Plus dat je hier zit met een rafelrandje, dan kan je het omvouwen. Zo. Maar dan moet hier weer wat overheen. Als ik hem zo wil laten, ja, dan moet hier weer... Ik vind het een beetje aan de krappe kant. Dus ik leg deze even weg, want die kan natuurlijk wel ergens anders misschien. En ik pak even een ander lapje. Of kijken, ik zie hier, die is wat groter, maar die is ook te smal. Ik heb echt wat meer breedte nodig. Dus ik ga even kijken of ik iets anders heb. Ik vind dit een heel mooi lapje. Dat zou kunnen qua kleur. Of ik denk dat dat hem gaat worden, dit. Deze ga ik doen, denk ik. Het is heel dun, ook een heel oud lapje. En ik knip daar even dit kleine stukje af. En ik knip het gewoon lekker ruim. Ik heb liever dat het een beetje groot gevouwen is. Of dat je er misschien toch nog een stukje afknipt. Dan dat het maar net aan is. Zo, nou weet ik zeker. Kan ik even kijken tot hoe ver ik die door laat lopen. Dus ik ga hem even aan twee kanten vouwen. Dan leg ik het erop om te kijken hoe het eruit ziet. Ik kan ruime zoompjes vouwen. Dat kan sowieso. Ja, dat heb ik al gezien. En dan ga ik even kijken hoe dat er dan uitziet. En wat ik er dan verder mee doe. Dan ga ik eens even kijken. Ik leg hem hier in het hoekje. Het is de bedoeling dat hij hier geregen gaat worden. Ik zou nu ook kunnen zeggen. Van nou, ik sla hem hier om. En ik leg hem er overheen. Dat kan ook. En je ziet dus, ik besluit dat pas als ik op dat punt ben. Kijk, dit vind ik eigenlijk ook wel leuk. Dan bedekt hij hem aan alle kanten. En dan zou ik nog kunnen kijken. Ik denk dat ik hem gewoon helemaal erbovenop doe. Ik vind dat eigenlijk wel leuk. Dan ga ik even kijken of ik hem zo kan leggen.
dat die straks bij deze rijgang ook op de goede afstand zit. Dus hier, zodat ik hem ook hier strakjes kan doorrijgen. En dan sla ik dit om. En dan kan ik later besluiten of ik hier iets overheen doe. Of, want dit moet afgedekt, hier moet iets op. He, want dit is onafgewerkt. Maar dit is al omgeslagen. Dus ik kan strakjes, als ik hier iets moet doen, dan kan ik nog kiezen of ik hem er overheen doe. Dan heb ik dubbel omslag, maar ik kan hem er ook onder leggen. Want het is al omgeslagen. Dus dan heb ik dat voor de zekerheid alvast gedaan. Ik denk dat ik deze gewoon zo ga vastrijgen. Dan zorg ik dat hij in ieder geval hier alvast vast zit. En tegen die tijd dat ik dan rond ben en dus hier aanbeland ben, kan ik altijd kijken dat ik hem hier nog even netjes leg, zodat ik hem hier ook netjes kan rijgen. Maar ik begin nu hier. Ik ga dit stukje rijgen. Als je wil, kan je het een speldje geven. Zit een beetje hoog. Maar ik zei het al, die Siri-vrouwen doen dat ook niet zo vreselijk nauwkeurig. Die doen dat gewoon uit de losse hand. Ter plekke beslissen ze wat ze doen en rijgen ze het vast. Dus dat doe ik ook. En dan kan het zijn dat het een beetje scheef is. En dat hoort zo. Die Siri-vrouwen trouwens, ik zat een filmpje te kijken en dan zag ik, want die doen een heleboel rijgsteken in één keer. En die hebben dan in hun hand waarmee ze rijgen een hele dikke prop katoen zitten. En daarmee duwen ze dan met hun hand, palm met die prop katoen erin, om hun hand te beschermen, duwen ze die naald er doorheen. Daar moet je best wel wat kracht voor zetten. Dus ik doe dat liever niet. Dit is heel dunne, soepele stof. Dus ik kan twee steekjes in één maken. Even goed kijken of ik hem hier goed heb omgeslagen. Ja. Dus ik hou dit in het hoekje vast. Even kijken of ik hier, ja. Dit zijn een beetje veel laagjes, dus ik steek even naar achter. En nu maak ik ook weer aan de achterkant een ietsje kleiner steekje, zodat ik hier overheen kan. Dus ik kom voor mijn omslagje naar boven. Even om de flupje heen, zo. En over het zoompje ga ik naar beneden. En dan zit het eerste stukje van dit lapje vast. Nou, en tegen de tijd dat ik hier dan weer een beetje aangeland ben, dan ga ik dus kijken van hoe leg ik het neer. Kan ik het vastzetten? Als het goed is, kan ik straks dit vastrijgen. Hier hoef ik me nog niet druk over te maken. Dat laat ik dus ook gewoon lekker zitten. Maar strakjes, als ik hier aankom, dan kan ik dus dit vastrijgen. Dan kan ik kijken, ga ik dit rijgen? Maar dan moet ik er meteen wat overheen leggen. Dus waarschijnlijk ga ik dat gewoon straks omslaan. En dan rijg ik hem hier vast. En dan kan ik hier altijd nog besluiten, doe ik er iets op of eronder. Ja, ik ben zo weer terug. Nou, nu ben ik in de buurt van dat lapje waar ook iets moet gebeuren. Hier zit mijn draad. En ik denk gewoon iets eroverheen leg. En ik denk dat ik hiervoor wel dit lapje kan gebruiken. Ik ga eens even kijken of dat klopt. Leg ik hem een beetje gelijk met deze. Nou, zo kan het net niet, want dat overlapt niet. Maar misschien wel zo. Dan moet ik hem dus aan de andere kant omvouwen. Dat moet ik wel in beeld doen. Even aan deze kant omvouwen en dan kijken of ik genoeg ruimte heb om hem kwijt te kunnen onder dat andere gele lapje. Dat effen gele lapje. Ik heb hem nu even gevouwen. Dan kijk ik even of dit kan.
Ja, dat kan. Ik vind het leuk om hem gelijk te leggen met deze. Kan hem ook ietsje. Nee, ik kan hem niet te veel naar links. Want ik moet hier overlap hebben. Dus ik leg hem gelijk met dit lapje. Ik verschuif hem iets. Moet ik even kijken. Nee, dat kan niet. Ik moet hem gelijk leggen. Zo. Dan heb ik hier dus omgeslagen. En dit is precies genoeg om hem eronder te leggen. Dit was er omgeslagen, dus dat kan er netjes overheen. Zo. En nu kan ik dus verder rijgen. En ik kom precies weer voor dit lapje uit, zodat ik hem ook meteen vast kan zetten. Ik neem het even in mijn hand. En als je dit nou lastig vindt, geef het dan even een speldje. Zie, dit zit al vast. Je zou hier even een speldje hierin kunnen doen. Ben je handig, dan pak je het gewoon zo en dan ga je gewoon rijgen. Wat je steeds doet. Oh, ik ga nu een beetje te ver naar beneden. Dus ik corrigeer dat weer door de volgende steek weer ietsje omhoog te doen. Zie, bij mij is het ook niet allemaal kaarsrecht. En ik kom nu voor mijn effen gele lapje uit, zodat ik ook hier weer in het omslagje kan steken. Dat zijn te veel laagjes. Zo. Nu rijg ik door tot de hoek en ik rijg zo en dan ga ik zo kijken of ik hier nog wat in moet voegen. Ik zou hier ook alvast kunnen kijken, maar kan hem ook. Nee, ik rijg hem eerst even het hoekje om. En ik kan hem net hier ook. En dan bij de rijgang daarna moet ik hier dus wat gaan doen. Ja, en zo bouw je dat dus steeds op. Het is een beetje, ja, spelen iedere keer. En dat doe je helemaal op gevoel. Ik kan dat ook niet goed. Ik heb daar heel lang over lopen nadenken van ja. Hoe leg je dat nou uit? Maar eigenlijk kun je dat niet uitleggen. Je moet gewoon op die plek zijn en daar dan een besluit nemen. En je kan altijd nog, stel je bent bijna helemaal klaar, hè? Of je hebt een stuk al helemaal vol en je denkt, er zit een rafelrand. Die heb ik helemaal niet op omgeslagen. Maar het zit al vast, of het zit al, hè? Ik heb te weinig ruimte om daarna te doen. Dan kan je altijd nog een lapje pakken. Aan vierkanten omvouwen en er gewoon bovenop doen. Dat kan ook. Ik ga ondertussen even. Ik vind het leuk om in deze gele kawandi als gekke afstekende kleuraccentjes om iets met blauw te doen. Dus ik pak vast even, en dat wil ik niet te groot. Dus ik pak gewoon een paar kleine stukjes blauw die ik ergens wil invoegen. Die maak ik niet te groot, want ik wil gewoon kleine accentjes. Ik vind dit wel een leuk kleurtje. Dat is sowieso klein. Dan maak ik een klein reepje. Zo, misschien doe ik er ook maar gewoon twee. Ik denk dat dat genoeg is. Het gaat om een beetje een gekkigheidje. Dus die zou ik ook nog ergens. Nou, dan zou ik bijvoorbeeld, dat zou ik bijvoorbeeld hier kunnen doen. Zo'n heel klein dingetje moet ik nog even bedenken. Ik ga eerst even verder rijgen. En dan ben ik strakjes weer even terug. Ik zie nu ineens, zie ik hier zo'n mooi vlakje. Dit is een rafelrandje. Er zit geen omslag. Maar hier en hier wel. Dus wat ik nou zou kunnen doen, ik zie ineens met dit blauwe lapje. Dit moet straks hier doorgeregen. Dat ik als ik deze aan één kant omvouw. Dan kan die zo hier mooi erbovenop. Is precies groot genoeg dat ik het dan hier eronder. En ik ben daar nog niet, maar omdat ik dit een prima idee vind, doe ik dit wel vast even nu van tevoren. Toch even erin zetten. Ik vind dit leuk. En dan doe ik toch even
een speldje. Dan heb ik dit vast een beetje op zijn plek. Heb ik meteen ook deze rand netjes afgewerkt. Geef ik even een speldje. Is niet traditioneel, want dat beslis je eigenlijk pas als je daar komt. Maar ik vond dat zo'n mooi plekje en dan denk ik, nou, ik wil dat niet vergeten. Dus dat doe ik vast even. Hier zie je dat die heel erg scheef is. En dat komt later goed, hè? Want ik hoef pas hier te rijgen. Dus dat moet een beetje langs het randje. Dus ik moet deze echt nog een stukje omvouwen. Om hem een beetje netjes te krijgen. Strakjes. Kijk. Dat lijkt er al een beetje meer op. Zie je dat? En dan moet ik ruim van tevoren hier al, want ik kom vanaf die kant, hier al stoppen. Om te zorgen dat ik dit laatste stukje ook even netjes omvouw. Maar zie je dat het steeds meer, het gaat steeds meer worden, hè? Dan vind ik het wel leuk, want ik heb nu hier dat ene blauwe accentje. Ik heb nog een tweede, om dat ergens een beetje aan de overkant te doen. Dus die wil ik later hier ergens hebben. Komt vanzelf. Het is maar een heel klein lapje. Blijkt dat toch niet bruikbaar, kan je altijd nog een andere pakken, hè? Maar zo bouw je dat dus op. En ja, nogmaals, ik vind het heel lastig om dat uit te leggen, hoe je dat doet. Omdat je het puur op gevoel doet. En eigenlijk kan je het niet fout doen. Want je komt eigenlijk altijd wel ergens tot een leuk resultaat. Het kan zijn dat je inderdaad ziet van, oh, ik heb een rafelrandje aan de bovenkant laten zitten. Nou, dan pak je een lapje en dan doe je dat er gewoon nog bovenop. Dat kan, dat mag. Maar daarom, ja, je snapt nu wel een beetje, denk ik, dat het is gewoon lastig uit te leggen. Maar je bouwt het dus gewoon steeds wat verder op. Mijn draad was ondertussen al op, dus die heb ik hier even laten hangen. Kijk, deze moet ik nog afhechten, dus dat ga ik eerst even doen. Maar je ziet het dus, je plant het niet echt van tevoren. Hier ben ik gebleven. Dit kan ik nog helemaal zo rijgen. En hier moet ik straks ook iets gaan doen. En dan neem ik dit meteen mee. Nou, misschien dat ik... Dat is wel heel klein, hè? Dat zou ik kunnen doen. Zal ik eens kijken hoe dat eruit ziet. Je kan het altijd even neerleggen, hè? Als proefje. Zolang het niet vast zit, kan je het weer weghalen. Dus ik ga eens even kijken wat dat doet. Dat is wel heel klein, denk ik. Dat is misschien juist wel leuk. Want dan wil ik het aan drie kanten omvouwen in ieder geval. Even kijken hoor. Hoe dat er dan uitziet. Ik vind dat wel grappig. Dan moet ik wel laten zorgen dat hier weer iets overheen komt. Kan hier onderdoor of er overheen, wat je wil. Ik vind dit wel leuk. Zoiets zou kunnen. Dan kom ik gewoon hier afdek. En dat het er dan gewoon zo overheen zit. Ik vind het wel grappig. Dan heb ik wel zelf, maar dat is heel persoonlijk, de behoefte om dan toch hier nog iets blauws te doen. Zodat er een beetje evenwicht in zit. Ik zoek toch altijd naar min of meer symmetrie. Maar ook daar kan je mee spelen. Dat hoeft niet, het mag. Maar zo hier dat kleine dingetje, dat is misschien wel leuk. En dan moet hier nog weer strakjes een andere, maar eventueel hier... Ik hou het even in gedachten. En zo speel je dus. Nou, ik ga weer even een stukje rijgen en dan kom ik straks weer even terug. Nou, ik ben nu op dit punt beland en ja, dat blauwe lapje hield me toch bezig. Dus ik ben nu even aan het kijken, want dan zou die er dus nu op moeten. Ergens. En dan kijk ik even hoe ik uitkom. Ja, hier gaat mijn rijg. Dus dan moet ik hem hier al erop leggen. Ik heb deze drie kanten omgevouwen. En dit heb ik even rafelen gelaten, want hier moet straks ook wat gebeuren. Dus hier moet straks iets overheen. Dit is ook een rafelrandje. Dus zometeen moet hier iets overheen, wat dit in ieder geval allemaal afdekt.
maar dat er net zo'n klein stukje blauw straks dan uitpiept. Ik vind dat leuk. Dus dat ga ik doen. En ik heb het zo geschoven. En dat doe je een beetje op het oog. Dat je dus kijkt van waar komt die rijgdraad. Moet ik hem iets hoger of iets lager leggen? Want ik probeer het zo netjes mogelijk dicht bij het randje te rijgen. Maak nu weer aan de achterkant een iets kleiner steekje. Zodat ik hier precies bij het hoekje van het blauwe lapje uitkom. Nou, dan rijg ik dat. Even kijken. Dat zit alvast vast. En dat komt inderdaad netjes uit. Dat ik dan ook precies hier het hoekje om kan. Voor de volgende rijgang, zal ik maar zeggen. Dus even kijken of dat een beetje uitkomt. En anders moet ik een beetje smokkelen. En dat smokkelen doe ik dan door aan de voorkant het steekje wat kleiner te maken. En aan de achterkant een stukje kleiner. Zodat ik in het hoekje uitkom. En ik ga nu de hoek om. Ik maak een klein steekje. Zo. En een stukje verderop kom ik weer boven. Zo. En nu moet ik dus wel zorgen, want dat rijgen moet verder. Maar ik moet hier dus nog iets, zodat het dit rafelrandje afdekt en deze. En ik kan het hier overheen leggen, maar omdat dit ook gevouwen is, zou ik het er ook onder kunnen leggen. Dus ik ga even kijken of ik iets kan vinden wat een beetje bruikbaar is. Ik vind dit heel mooi, maar ik weet niet of dat past. Nee, dat is te klein. En zo, ja, dan heb je wel heel veel kleine stukjes. Dat vind ik niet zo handig. Ik vind hem wel mooi, maar ik bewaar hem nog even. Even zien hoor. Ik heb hier wat. Ik vind dit qua kleur wel leuk. Moet ik even kijken. Dit is te krap. Het kan wel zo. Ja, dan kan die hieronder eventueel. En hier moet hij er dan op. Even kijken hoe dat uitkomt. Is dat even zo uit de losse hand. Zo'n klein lapje hè. Even kijken hoor. Het voordeel vind ik wel dat je dan hier een gelijke hoek hebt. Dus ik, ja. Ik doe liever iets wat ook nog hier een stukje overheen gaat. Dus een wat langer lapje. Een wat gewoon een groter lapje. Dus dit is te smal. Want er moet hier een zoompje in. Hè? Dat moet hier overheen. En het moet hier dan onder of eroverheen. Dus dit is te klein, te smal. Dan ga ik even kijken of ik nog wat anders heb. Even kijken hoor of dit dan breed genoeg is. Even zien of dat genoeg overlapt. Nou, het is wel krap, maar het is krap, maar ja, dat is hier te krap. Moet hem toch echt wel een beetje. Ik moet een lapje hebben wat ietsje breder is nog, dus ik moet nog even verder zoeken. Ik ga even zoeken, kom ik zo weer terug. Ik heb een geschikt lapje gevonden, deze, die is groot genoeg. Als ik deze omvouw. Dan kan ik een ruime omslag maken. Die kan precies over al die rafelrandjes heen. En die overlapt hem hier ook. Ik laat hem gewoon lekker. Je kan er altijd nog wat afhalen. Vind ik het toch te groot. Maar ik vind het eigenlijk wel leuk dat hij deze ook een stukje overlapt. Vind ik het nou toch te groot. Kan ik er altijd nog een stukje afknippen. Maar ik denk dat ik hem zo doe. Dan kan ik hem hier doorrijgen. En hier. Dit is een stukje zelfkant. Je kan het afknippen. Maar ik leg hem hier er
onder, want anders wordt het wel een heel groot vlak. Dus ik denk dat ik het zo doe. Dit vind ik niet mooi, want het schijnt door. Dus ik ga hier toch even een stukje afknippen. Ik kan precies het zelfkantje eraf knippen. Even kijken hoe het zit. Zo. En dan het dubbele gevouwen stukje valt hier precies overheen, zodat het niet doorschijnt. Zo wil ik hem. Zo ga ik het doen. Als het hier in het hoekje maar even vast zit, dan kan je later altijd dit nog netjes en recht, maar als het maar in het hoekje vast zit. Dus ik pak het weer even op. Leg het een beetje gelijk. Ik vind het wel leuk om dit gelijk te hebben. En ik maak even een wat kleiner steekje, zodat ik hem ook echt in het hoekje vast kan zetten. Ik probeer dit zo netjes mogelijk te doen. Even één steek in het hoekje. En een stukje verderop weer naar boven. Nou heb ik goed door alle laagjes heen gestoken. En nu ga ik het weer even goed neerleggen. Even goed plat zoals ik het hebben wil. Zo dus. En dan kan ik weer verder. En dan kom ik zo meteen bij het punt waar ik hier iets mee moet doen. Dus ik kom zo weer even terug als ik hier ben beland. Nou, ik ben nu bij dit punt aangeland van dit lapje. En ja, als je dat een beetje netjes wil doen, dan kan je dat een beetje tussen je nagels glad strijken. Even zo. Hier maak ik me nog niet druk om, dat komt later. En ik leg hem dus zo neer dat hij precies zo valt dat ik er overheen kan rijgen. Dus ik maak weer even een steekje. En ik steek in het hoekje. En dan kan ik zo het randje vastzetten. En later kijk ik even. Ja, dit zit dubbel. Dus als ik hier iets mee wil, dan heb ik ook weer de keus. Ik kan het er overheen leggen. Maar omdat dit al omgeslagen is, kan ik er ook iets onder schuiven. Net wat ik op dat moment mooi vind. Ik ga even terug hier naartoe. Want kijk, ik heb hem nu hier vastgezet. En hier zit hij precies genoeg eronder. Dat hij dit zoompje, dat hij daar niet onderuit piept, want dat scheen door, hè? Was niet zo mooi. En nu zie ik dus dat als ik dit heel mooi recht wil hebben, dan moet ik hem hier omslaan, zo ver. En dan overlapt hij dus niet genoeg dit lapje. Nou kan ik zeggen van nou oké, ik haal een stuk uit en ik doe het opnieuw. Maar dat wil ik helemaal niet, want dat zie je bij de echte kavandies, zal ik maar zeggen. Zie je ook dat het hier en daar scheef is. Juist omdat ze het uit de losse hand doen, gebeurt dat daar ook. En dan kan ik gewoon zeggen van nou weet je, ik wil dat dit genoeg overlapt. Dan is het maar een beetje scheef. Je ziet dat in het echt ook, dat het hier en daar ook niet recht is. Dus dat geeft niks. Dus dat laat ik gewoon lekker zo. Ik kan dat ietsje minder doen als het maar net genoeg overlapt. Even kijken hoe het uitkomt. Maar dan ga ik me pas zorgen over maken als ik daar ben aanbeland. Dan ga ik kijken hoe ik dat oplos. Ga ik me nu nog niet druk over maken. Nou, je ziet het. Hier heb ik even het speldje. Heb ik er zeg maar een beetje gesmokkeld of van tevoren ertussen. Ik wil nog ergens hier iets blauws. En ik zie al dat ik zo meteen hier ook een nieuw lapje in moet voegen. Hè? Want dit naadje is wat kort. Dus hier moet straks iets ingevoegd. En ik denk dat ik dat blauw doe. Dan heb ik een beetje die blauwe accentjes, die heb ik dan, vind ik, mooi evenwichtig verdeeld. En ik ga vast even iets zoeken. Ik vind deze wel heel mooi. Dat ik hier iets mee doe. Ik vind dit wel een heel mooi lapje. En dit soort hele kleine vliedertjes, die bewaar ik ook, hè, want ik kan ook hele kleine stukjes
hiervan ook weer gebruiken voor het andere slow stitch werk. Zelfs dit soort hele kleine snippetjes bewaar ik tegenwoordig. Want die kan je weer doorrijgen. Daar kan je ook weer collages van maken. Zoals ik bij die Komebukuro heb laten zien. Dat kan je ook in het klein doen. En dan kan je de kleinste stukjes stof kan je bewaren. En die stop ik altijd even in een... Ik heb hier een mini Komebukuro waar allemaal van dit soort kleine stukjes in zitten. Die ik dan mooi kan bewaren. Even kijken of dit gaat passen als ik dit omsla. Dat is wat krap, dus dan moet ik hem zo nemen. Want ik wil aan beide kanten zo'n ruimte hebben in ieder geval. Misschien gebruik ik het niet aan beide kanten. Misschien sla ik maar één kant om. Maar ik wil wel de mogelijkheid hebben om hem aan twee kanten om te slaan. Hier zit een beetje een vouw in. Strijken doen ze ook niet. Doen die silly vrouwen ook niet. Die doen het gewoon lekker met hun vingers. Dus dat doe ik ook. Zo. Dan kan ik daar straks, hè, daar wil ik straks iets van blauw hebben. Nou, ik ga even verder en ik ga hem wat verder opbouwen. En ik denk dat ik het voor deze week hierbij laat. Dus ik ga hem nog ietsje verder opbouwen. En dan de volgende keer, dan laat ik even het laatste stukje. Ik zal hier en daar nog wat invoegen. En ja, het laatste stukje, dat laat ik dan de volgende keer zien. Omdat die anders gewoon te lang wordt. De video. En dan krijg ik ook weer problemen met opslaan en zo. Dus voor deze week laat ik het hierbij. Ik ga hier nog even rijgen. Ik voeg dat blauwe lapje nog in. Ik ga dit nog vastzetten. En misschien dat ik hier en daar nog een stukje kleiner maak. Verder invul. En dan zien jullie me volgende week weer terug. En ja, dan laat ik het laatste stukje zien. En dan heb ik waarschijnlijk ook mijn andere mini kawandis ook wel af. En dan kan ik je mooi het eindresultaat laten zien. Dus voor nu, je weet in ieder geval nu hoe je het kunt opbouwen. Ik denk, hè, stel je wil het ook gaan doen, dan denk ik dat je, want ja, dat verder naar het midden toe opbouwen is niet anders dan wat ik nu heb laten zien. Dus in feite zou je nu al een hele kawandi kunnen maken. Maar volgende keer, ja, misschien heb ik ze wel al helemaal af en dan laat ik ze even zien om te vertellen wat ik dan gedaan heb, waar ik tegenaan liep. Of ik laat bij eentje het middelste stukje open. En dan laat ik dat nog even zien. Dat weet ik nog niet. Maar in ieder geval voor nu ga ik het hierbij laten. Want ja, dat zeg ik, anders wordt het veel te lang. Dus, dan zou ik zeggen, als je het leuk vond, geef even dat duimpje omhoog. En dan hoop ik volgende week je weer terug te zien. In ieder geval voor nu. Bedankt voor het kijken en dus misschien tot de volgende keer.